Parlementariër Assisku Margayadin heeft de regering gisteren flink onder vuur genomen op de openbare vergadering in DNA. Gayadin gaf aan dat de samenleving paniekerig gedrag vertoont vanwege de abrupte veranderingen van de coronamaatregelen. Hij is van mening dat Suriname al een model ontwikkeld zou moeten hebben om zonder heisa door de pandemie te komen. Dat wij de regering roepen om ervoor te zorgen dat wanneer maatregelen getroffen worden, dat wij wel weten op basis waarvan. Op basis van welke parameters gaan wij welke maatregelen treffen. Dat moet duidelijk zijn, voorzitter. Omdat het niet zo kan zijn dat een samenleving een op ander moment geconfronteerd wordt met verschillende maatregelen, voorzitter. En we hebben inmiddels een ervaring opgedaan om diverse sectoren protocollen te ontwikkelen, voorzitter. Waarvoor hebben we die protocollen ontwikkeld? Gayadin zegt dat het optreden van het justitieel apparaat te wensen overlaat als het neerkomt op optreden tegen personen die illegale feesten en activiteiten organiseren. Mede hierdoor moet de hele samenleving het gelag betalen voor het onverantwoordelijk gedrag van een kleine groep mensen. We zien nog steeds feesten en sociale massa-activiteiten die nog plaatsvinden. Recentelijk, en ik ga u zeggen, regering, via uw voorzitter, er is in de media bekendgemaakt dat er opgetreden is bij een hier aan de Anton Drachtenweg voor een feestje. Maar het feestje is gewoon doorgegaan, voorzitter. Die samenleving is kenbaar gemaakt dat dat ding gestopt is geworden en betrokkenen een boete heeft gekregen, tot daaraan toe. Maar het feestje is gewoon doorgegaan. En wat zeg ik daarbij, voorzitter? Dat ons optreden vanuit de verschillende disciplines het te wensen overlaat, voorzitter. Gayadin heeft de regering opgeroepen om de maatregelen te herzien. Hij benadrukt dat hoge functionarissen zich ook moeten houden aan de regels. Zij moeten het goede voorbeeld geven aan het volk.